Ja, oké. Okay. Rodi wou... Had en Buddy. Meltan, ja. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 20 juli 2022 en het is nou namelijk alweer 10 voor 1. En ik heb hier drie hele lieve hondjes, hier onder andere zij. En ik heb daar, en ik heb hier een. Willen jullie naar buiten? Wil ik een plasje poepen doen? Willen jullie buiten? Oh ja, dit is druk te maken. Deze gaat er altijd om mee. De lady vindt alles prima. Ook al had ik niks gezegd, maakt haar niks uit. Haar wel. Hé, wil je mee? Oh ja, wil je mee? Oh ja. Ga je praten? Jij gaat praten. Oh, oké. Okay. Ga jij niks meer zeggen? Nee? Oké, okay, helemaal goed. Dus wij wensen jullie allemaal heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Ja, oké. Okay. Rodi wou... Had en Buddy. Meltan, ja. Vanochtend, nee net, kreeg ik melding. Je hebt nog wel Candy erbij. Dus nu kan ik hem evolven. Nou, dan gaan we even evolven. Hallo. Daar is stil. Kijk. Oh, die is helemaal nice, hè? Ja. Kikker. En die Meltan krijg je alleen maar. Oeh, kijk, gaaf. Die Meltan kan je niet vangen, dat is wel jammer. Waarom kan je die niet vangen dan? Niet in het wild, bedoel ik. Je kan hem wel ruilen met iemand die een soort computertje heeft, een spelding. Uh-huh. Dan kan je dus een Pokémon naartoe sturen en dan krijg je dus een doosje terug. Als je het doosje opent, dan komen er iedere keer weer Meltangs tevoorschijn uit het niet. Okay. En die kan je wel vangen. Okay. Maar één Meltan moet je 20 kilometer mee lopen, dan krijg je één snoepje, één candy. Okay. Nou, je weet dus dat ik gisteren bij mama ben geweest. Ja. Mama heeft het ook naar me doorgestuurd, daarom dat ik het ook aan jou vroeg van stuur het alsjeblieft door. Ja. Kijk, het zou dus tussen die tijd en die tijd bij haar bezorgd worden. Ja, ja? Mooi. Dan doe ik een track and trace. Ik weet niet. Oh nee, ik kan dus niet meer. Jawel, wacht even. Moet ik even mijn internet aandoen. Haha. Sluiten. Even track and trace. Ja. Dan zeggen ze en dat de zending al is bezorgd bij haar. Okay. Ze heeft niks ontvangen. Oké. Okay. Dus ik wil even zo meteen mama bellen. Ja. Ook met gewoon met de vlog aan. Helemaal leuk. Nou ja, leuk. Maar even ook dat jij even haar tips geeft hoe ze hiermee om moet gaan en wat ze mee moet, wat ze moet doen. Want, ja. want ze dacht dus eerst en dat dus op een ander adres, maar dan geen dwars, maar dan wel hetzelfde, maar geen dwars, ja. Zeg maar. Dat daar is af is, was geleverd, ja. Maar daar waren buitenlanders, dus ik weet niet of ze daarheen aan heeft gebeld. Ja. Maar zo zei ze het. En ze heeft ook de PostNL gebeld, maar ze moest wachten tot in de middag. Ja. En als er dan nog niks was, moest ze weer bellen. Okay. Dus daarom dat ik ook zeg van ik wil mama bellen. Ja. Dat je ook haar tips, want dit klopt niet helemaal. Ja, ik heb hetzelfde meegemaakt. Ja, oké. Okay. Nee, ja, en dit. Dan sta ik te lang. Zo. Zo, dan ga ik mama gelijk bellen, jongens. Want mama die zou namelijk een pakketje krijgen. Deze is niet te ontvangen. Even een stukje hoger. Juist, dit beter.
als opnemen. Dat weet ik niet. Hi mam, ik ben ook gelijk tevens aan het vloggen in de auto, dus dan weet je dat even. Oké. Ik heb het Ro ook even verteld over uw pakketje. Weet u daar al iets meer van? Ja, Daphne heeft even ook alweer gebeld erachteraan. Ik moet vandaag ook nog afwachten en morgen bellen. Nou, lekker hè? Oké. Wil je even wat meer vertellen, schat, alsjeblieft? Nou, ik heb ook een keer een horloge besteld. Ja. Een duur horloge, niet via de reguliere kanalen, maar via het buitenland. Klaarblijkelijk wist ik ook pas later achter. En er stond ook doodleuk van, nou, het is bezorgd. Ja. Dus toen heb ik contact opgenomen met de verzendende partij. Die zeggen van, nou, gaan wij even kijken. Bleek het dus op een ander nummer bezorgd te zijn. Maar geen briefje in de bus of iets. Nee, want dat krijg je dus ook tegenwoordig ook niet meer. Geen briefje, geen mailtje, geen bericht van je pakketje is op een ander adres bezorgd. Nee, het is bezorgd. Ja. Maar waar, dat zeggen ze niet bij. Dus de afzendende partij heeft waarschijnlijk die informatie wel gekregen. En die zegt, het is bij de buren verderop bezorgd. Wat u ook kan doen, en dat is dus het, die en die uit Waal. Waar komt dat pakket vandaan? Ja, ik weet het. Nu even contacteren. Ja. Juist, precies dat inderdaad. Dat is dus Capelle aan de IJssel inderdaad. Even inderdaad gewoon even zo meteen bellen. Bel ik vanmiddag ook gaan doen, maar ik wacht eventjes af. Want ik weet de tijden dat ze hier tussen de middag komen. Ja, precies. Die tijden wacht ik even af. Zo, ja. Nou, we zijn weer in de mall. En wij gaan even boodschappen doen. Ro is er ook nog bij. Hij doet het weer, want hij deed het net even niet. Dus ik doe hem gewoon weer even op mijn statief ergens. Ja, tuurlijk. Mijn statief die zit hier in mijn dashboardkastje. Helemaal goud. Dus die ga ik weer eventjes op mijn camera doen. En dan nemen we jullie gewoon zoals altijd gezellig mee. Zo, nou, hoe vind je hoe ik parkeer, jongens? Hoe vinden jullie dit? Ik vind hem heel netjes, hoor. Mooi binnen de lijntjes. Ik vind het knapper van mezelf, echt waar. Ja toch, niet dan. Ja, wat zeg ik? Ik vind het gewoon knapper van mezelf. Dus ja, we gaan. Ik ga vooral achterna. Ik ga vooral achterna. Ja, en jullie gaan met me mee. Echt wel. Kijk maar op. Oh, die loopt nou helemaal voor. En hij is de bocht om. Bijna. Ja, hij is de bocht om. Helemaal goud. Ja. Lekker op de rolpad. Ook goed. Helemaal leuk. Helemaal top. Hartstikke mooi. En dan kan ik lekker naar beneden. Yes. Heerlijk. Oh. Wat een verkoeling hier, hè. Eens even kijken. Waar is mijn man? Waar is mijn vent? Kijk. Hij doet het weer, hoor. Wat doet hij? Hij doet het weer, hoor. Dat is mooi. Ja, mooi, hè? Heel mooi zo. Ja, Jumbo, of wil je hier nog gaan kijken? Kijken is goed. Ja, kijken. Kijken, niet kopen. Graag gedaan, schat. Nou, gaan we even Ro even achterna. Is ook leuk. Twee dagen al niet. En ze hebben al twee dagen helemaal geen karretjes hier. Ja, boven even kijken. Ja, boven. Boven even kijken. Ga je boven kijken? Ja, boven even kijken. Ik denk. Wil je erop? Yeah. Ja, nou, en nou staan jullie erop. Nou, dan ga ik even met jou even naar boven. We gaan even karretjes scoren. Hoort het niet? Nou, dan gaan we even karretjes scoren, ook leuk. Even doorlopen, ja, kring. Nee, is goed hoor, mevrouw. Helemaal top. Kijk niet zo boos, ja. Kijk niet zo boos. Meneer Boos. Hé, schat, meneer Boos, toch? Ja, ja. En toen we waren lekker buiten. Jee, helemaal top. Yes, sir. Een zeeata. Nou, vooral even achtervolgen. En geen stuk tv, dat is jammer, hè? Schat. En geen stuk tv, dat is jammer. Lijkt er wel op stuk tv-bus. En geen exenkarretje, schat, sorry. Er niks aan doen. Geen exenkarretje, sorry. Jammer, hè? Maar je loopt een beetje te snel. Maar goed. Wat heb je gewonnen of zo?
Kijk, dat schat. Hallo. Wil je wat laten zien? Hallo. Hier oploopt deze bandjes. Maar je bent deze Lexus daar. Dat vind ik ook namelijk wel kicken. Ja. Dus. Ben je in de luxe test, wat? Nee, dat is een deurknop. Ah, wat? Oh, is dat het? Ja, die geeft je rij aan. Ah. Maar wat heb je nog meer te vertellen? Vertel. Helemaal niks. Nou, dat is zo. Ik ben een spraakwerk, zeg maar. Oh. Dat is jammer. Waar ga je daar nu naartoe dan? Nee. Nou, hier naartoe. Ik volg je wel, wat leuk. Volg je Ja, ik volg jou wel hoor. Ik vind het helemaal hout. Nope, helemaal niks. Geen enkele actioncar. Kom, want het is hier warm. En hier is het lekker. Deze, die zat niet hier heel goed in, zeg maar. En dan pakt hij hem niet. Nee. Kijk, en nu kan ik ook dus namelijk zo doen. Ja, dat, dit is inderdaad erg handig. Ja, en ideaal. Huh? Ideal. Ja, goed hè? Ideal of niet? Ja, voor mij wel, ja. Misschien ook voor jou, ik weet het niet. Maar oké, maakt niet uit. Als die de fijne Ik weet even de pingel. Dankjewel, ga je daarin. En toen was het eventjes de Jumbo helpen. Yep. Jumbo helpen is leuk. Ja, kom maar, kom maar. Leuk, Jumbo helpen. Op dit moment is het dus nu dit. Ja, jee. Top. Nou, we gaan dus weer de winkel in. Helemaal leuk, helemaal top. Ah, Connect. Next. IJskoude Red Bull hier. Nou, hoeft het niet hoor, maar hij is wel gaaf. Hij is wel gaaf. Hij is... Een halve. Ah, dat is wel heel grappig. Jo. Hi. Hi. Hier en daar is altijd meer geluid dan hier, hè? Ja, maar blijkbaar. Zo raar? Ik vind het raar, maar misschien jullie niet. Waarom is dat raar dan? Omdat meer geluid. Ja, dat klopt. Wat zit er in de dak? Nou, waarschijnlijk weinig, maar dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Dat gaan we zien of er heel weinig in de bak zit. Jij wil deze? Ja, zegt hij. Wat heb je hier? Het is wel een euro. Een salade. Lekker voor jou. Koekoes. Nee, baas. Schat alsjeblieft, kap daarmee. Ik vind het helemaal niet lekker. Nou, de yoghurt 50 cent. Nou, ik neem deze mee. Couscous, lekker. Couscous. Hoop ik. Ik weet niet eens of het lekker is. Ja, niet uit. Dat is weer in de kaart. Nou, het is dan wel vega, maar... Nee, vega. Schat alsjeblieft. Kun je even normaal leren? Water in mijn oren, dus ik hoor niet zo goed. Ja. Dat is een leuke smoes voor jou en met je water in je oren. Nee, één oor. Ja, dus en? Dat is een leuke smoes voor je. Die, en die ken ik onderhand wel van jou. Ja. Oh, mooi. Ja. Dus. Heb je kaartje? Nee, die heb ik niet meer. Kaartjes. Jammer, joh. Jammer, joh. Dan kunnen ze me gewoon zelf gaan vinden. Ja, we hebben spelkaarten komen. Ja, ook dat. Dus. Nee, voor de rest, hè. Eigenlijk bijna. Vaker satéetjes voor. 4 euro. Ja, weinig. Boodschap is gedaan. Sorry, schat.
Alsjeblieft, ja, we hebben boodschappen gedaan. We. Ons. Het meeste van me. Ja, en ik heb ook wat lekkers, maar dat laat ik zo meteen thuis wel zien. Ik heb lege flessen niet kunnen inleveren. Wat nou? Ik heb lege flessen niet kunnen inleveren. Waarom niet? Dat ding defect was allebei de laadstations, noem je dat? Inleverpunten. Ja. Dat is wel jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. Dan krijg je geen geld terug. Ah, maar het wel statiegeld, maar ik kan het niet meer terugkrijgen. Dan word ik weer statiegeld te betalen, vind ik dan. Dat is niet mee. Ja. Dat is jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. Ik sta hier nog steeds op mijn plekje. Ja hoor, en wie komt er ook weer net aanrijden? Met zijn dikke, vette, dikke BMW. Zo, we gaan even Roderick ophalen. En die gaan even naar zijn werk brengen. Die gaan we even naar zijn werk brengen. Yes, leuk gezellig, gezwellig. Om Ro lekker naar zijn werk te brengen. Dat is grappig.nl. Kijk, kan ik gewoon in één keer zo doorrijden naar de overkant. Helemaal goud. Dat is leuk. En dit wordt binnenkort een eenrichtingsverkeer. Yep. Hop, botsje. Niks. Mooi, kan ik over. Jee, nou, hè. Fijn. En ik moet ook vandaag even kijken. Als het lukt, ga ik zometeen even mijn auto nog wassen. Want het ziet er echt niet uit. Echt gewoon totaal niet. Kijk, nu heb ik even iets meer overzicht. Yes, kijk, daar staat degene al die ik op moet halen. En dat is Ro. Ja. Wacht maar. Wachten. Kijk, want ik ga naar achteren rijden. Alleen dat weet hij nog niet. Zo. En je broodjes liggen achterin nu. Helemaal goed, top.
En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!